De trainingsvisie. Bert, uh, we hebben afgesproken. André doet de trainingsvisie na een nederlaag en ik uh, na een overwinning. Dat uh, vind ik altijd een stuk prettiger. Jij ook? Ja, ieder zijn rol heb ik. Dus als jullie dat zo afspreken, prima. Nee, dat is een uh, geitje natuurlijk. Hè. Maar toch zit ik altijd wel met die rollercoaster de afgelopen maand. Als ik dat eventjes zo bekijk. Want de ene keer een... Een nederlaag, zeer grote teleurstelling, dan weer een overwinning, hoek. Dan weer een nederlaag, zeer grote teleurstelling en nou zaterdag weer zo euforisch. Um, kan daar uh, alsjeblieft een eind aan komen? Ja, dat willen we ook graag natuurlijk. We hebben in de eerste periode een serie van, uh, van een paar wedstrijden achter elkaar uh, natuurlijk goed resultaat uh, weten te behalen. Ja, dat willen we natuurlijk in deze tweede periode ook. En uh, als je mee wilt doen in de top, moet die wisselvalligheid uh, van die wedstrijden moet eruit. Nou, dat is niet iets wat je, wat je expres doet. Maar uh, nou, laat dit dan het begin zijn van een mooie serie. Maar uh, hoe, hoe, hoe krijg je daar dan uh, verandering in? Die, uh, toch wat, wat stabieler? Nou ja, dat doe je met elkaar. Uh, vanavond gaan we het er ook over hebben. Waar zit het hem in en hoe ga je richting Ajax aankomende zaterdag uh, op dezelfde manier hetzelfde kunnen brengen? Nou, Daar praat je over. Maar goed, uh, het heeft ook altijd te maken met, uh, met een bepaalde vorm die jongens hebben. Hoe start je in een wedstrijd? Uh, wat doet de tegenstander? Nou ja, goed, uh, daar heb je altijd mee te maken. Dus uh, het is ook niet zo dat de jongens expres uh, thuis winnen en uitverliezen. Uh, zo is het niet. Maar uh, uh, we moeten daar wel wat volwassener in worden. Afgelopen zaterdag uh, toch weer dat uh, uh, leuke beginnen. Ja, zeker in tijdverstrijden zijn we er erg sterk in. En ondanks dat een tegenstander het weet, blijkt het toch lastig te zijn om ons te bedwingen op zo'n moment. Ja, het enthousiasme, dat spatte vanaf natuurlijk bij de jongens. En ja, wat je nu gewoon vooral zag, was initiatief pakken in een wedstrijd. En dat deden we ja, van minuut 1 tot en met minuut 90. En uh, dat maakte een groot verschil. Toch ging er een bepaalde fase wel even wat mis in de eerste helft? Nou, dan doe je misschien op de fase van uh, na de 1-1 of tijdens de 1-1. Ja, weet je, we spelen zo hoog op. Dan kan een tegenstander natuurlijk altijd vanuit de omschakeling een keer zijn moment pakken. En uh, in dit geval uh, ja, waren we niet echt resoluut in het ingrijpen op de 16 meter. En uh, daarna was er even een soort status quo van: uh, ja, wat gaan we nou doen? Uh, maar dat hadden we ook wel weer vrij snel in orde. En toen kregen we wel weer grip op de wedstrijd. Wat vond jij nou het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft? de eerste helft hebben we heel erg volwassen gespeeld, heel erg geduldig aan de bal, weinig uh, gekke dingen gedaan, maar vooral ook hun uh, ontmoedigden. Hun middenvelders zijn ijzersterk in die ruimtes belopen die wij natuurlijk laten achter onze laatste linie. Nou, daar hebben onze middenvelders een hele grote rol in gespeeld om hun uh, te bedwingen daarin. Het kost veel energie, maar wij wisten gewoon dat we in de tweede helft verschil konden gaan maken aan de bal. Want als we dan een tempo hoog gaan spelen, ja, dan snij je er doorheen. Dus uh, voor mij als trainer was uh, de eerste helft veruit belangrijker dan de tweede helft. En, uh, maar ik begrijp dat voor vele supporters natuurlijk de tweede helft veel interessanter en leuker was om naar te kijken. Uh, voor, ja, voor mij was het uh, verschil uh, overduidelijk dat uh, Dennis uh, Hollard met zo'n gochme uh, erin kwam. en Zo'n routine. En, en het uh, bracht heel veel energie in het team. Uh, vond jij dat ook? Nou ja, Dennis uh, vervulde die rol prima, maar je moet niet vergeten, West uh, is 90 minuten, dus je moet eerst investeren. En in de eerste helft hebben Koen en Lars vooral op het middenveld natuurlijk uh, hun, hun goede middenvelders in bedwang gehouden. En je zag in de tweede helft dat ze geen druk meer naar voren konden zetten aan VH. En Dennis werd de vrije man daar in de as. Ja, nou, en als je dan Dennis daar vrij laat, dan weet hij uh, vanuit zijn voetbalinzicht uh, wat hij natuurlijk enorm heeft en zijn ervaring. Nou, Dan kan hij daar het spel verdelen en, en er zat veel minder druk op. Ja, Dat was gunstig voor ons spel. Ik mag jou niet coachen natuurlijk, maar ik mag wel zeggen dat ik Dennis wat eerder erin zou brengen en wat vaker. Ja, precies, precies, precies wat je zegt: je mag mij niet coachen. Ja. Ik mag jou niet coachen, maar toch wil ik het zeggen. Ook dames, nou aardig wat supporters heb ik zo het idee. Ja, mijn discussie ga ik hier niet voeren. Hè. Er zaten nog meer mensen op de bank waar mensen fan van zijn, Piet. Als ik daar allemaal aan moet gaan voldoen. Dennis weet en kent zijn rol, net zoals dat andere jongens hun rol kennen en weten. We weten dat we een kwalitatief goede groep hebben. We hebben een goede bank bezet. En we weten gewoon dat dit seizoen dit nog veel vaker gaat gebeuren, natuurlijk. Alleen het is hartstikke prettig voor mij als trainer dat je op deze manier kan wisselen. En meteen uh, deze jongens ook meteen het niveau pakken wat nodig is om uh, echt goed te staan in de wedstrijd. Dat is inderdaad uh, heel erg prettig. En uh, dan is het ook nog prettig dat je echt werkelijk van van die momenten erbij hebt waarbij ik echt in, in mijn verslag superlatieve uh, tekort kwam. Uh, Bert. Ja, nou, ik, ik zit dan zelf ook te genieten op de bank natuurlijk en uh, nou ja, jij ziet ook de hele trainingsweek en, en ook jij ziet dan uh, natuurlijk dingen terugkomen die je op training ook uh, ja, uh, trainbaar maakt en, en hoe ze dat vertalen, dat is natuurlijk uh, fantastisch. We hebben natuurlijk een paar voetbalintelligente jongens die, uh, die de situatie heel goed lezen ja, en als dat eenmaal loopt dan, dan zijn er maar weinig ploegen die we ons tegen kunnen houden. Ja, inderdaad. Uh, over ploegen die uh, jullie tegen zouden kunnen houden, dat is uh, Ajax en Stedoco. Die werden in één klap uh, bekeken, twee vliegen in één klap, door uh, onze analyticus. Uh... Ja, wie is dat ook weer precies? Freek Witteroot, hè? Ja, ja, Freek, hè? Ja, dat is prachtig. Nee, ja, kijk, um, kijk, afgelopen zaterdag, uh, wat me vooral het meeste beviel, was natuurlijk dat we verdedigend ook uh, niet meer die, die bloepers hadden zoals we die tegen Dovo hadden. En, en dat is prettig. En dan weten we dat we voorin ook het verschil kunnen maken. En dan zie je zometeen tegen Ajax: krijg je met een goed voetbal de ploeg, want dat is Ajax altijd. Ja, dan krijg je een wedstrijd waarin twee teams, in mijn ogen, aan de bal uh, veel goede dingen willen laten zien. Dus uh, dat is voor nu het belangrijkste, want uh, we willen af van dat ritme van uh, winnen-verliezen, winnen-verliezen. Dat betekent dat je zaterdag in een uitwedstrijd uh, je werk goed moet doen. Ja, en uh, Quick Boys uh, tegen Noordwijk, dus uh, ja, we kunnen het uh, verschil gaan maken langzamerhand. Ja, maar dan, uh, dan zou het heel arrogant zijn om daarna te kijken, want wij hebben helemaal nog geen recht om bij de top 2 te staan. Wij moeten eerst ons huiswerk veel beter gaan doen, dat we zelf uh, verdienen om daartussen te gaan komen. Want het was top 3, dus top 2 geworden. Maar we willen heel graag weer uh, richting die top 2 uh, groeien. Gaan we weer uh, lekker genieten met de jongens uh, straks uh, op de mat. Hè? Ja, je moet eerlijk zijn. Hè? Naar de winstpartij is het vaak wat makkelijker, natuurlijk. Maar uh, we zijn zeker nog niet tevreden met alles wat we hebben laten zien. En uh, gaan we vanavond weer uh, benutten.